U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een dag met veel bewolking en periode met regen. Het levert prachtige plaatjes op, maar je wordt er tegelijkertijd ook nat van. Die regen viel uit bewolking die vandaag over het land trok Nederland onder een dikke laag en opklaringen vooral ver ten oosten, ten zuiden en ten westen van ons land voorlopig komt het weer uit deze richting en dat betekent dat wolken in het algemeen de overhand houden, maar geleidelijk aan gaan de scherpe kantjes er vanaf en dat betekent ook dat het langzaam maar zeker droger wordt. Vanmiddag nog veel wolken, maar in het noorden wordt het langzaam dus al droog. Temperaturen liggen tussen de 13 en 15 graden. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Voorzichtig klaart het wat op in het noorden en de temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden. Komende nacht krijgen we grote verschillen, want in noord-Nederland hebben we meer opklaringen en daar daalt de temperatuur. Tot een graad of 4. Die temperatuur wordt gemeten op anderhalve meter hoogte. Vlak bij de grond zou het zelfs licht kunnen vriezen. In het midden en zuiden van het land liggen de temperaturen overigens veel hoger, in het zuiden zelfs op een graad of 10 als minimum en daar overheerst ook nog de bewolking. Morgen vrij veel wolkenvelden, af en toe een waterig zonnetje. Kleine kans op een spatje regen in het noordwesten van het land, maar verder is het droog. Matige Zuidoostenwind en 13 tot 16 graden op de thermometers. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en dat betekent aanvoer van nog zachtere lucht. Vrijdag al 18 graden in het zuiden, zaterdag lokaal misschien zelfs wel 19 graden. Hoge temperaturen op de eerste dag van november. Zondag wordt het langzaam maar zeker iets wisselvalliger. De zon krijgt het ook moeilijker. En de temperaturen doen voorzichtig een stapje terug. En die temperatuurdaling zien we de dagen daarna verder voortzetten. Het kwik gaat omlaag, maar het blijft aan de zachte kant. Met temperaturen die ook overdag nog steeds boven de 10 graden en soms zelfs boven de 12 graden uitkomen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl